De reserves van het TT-circuit in Assen zijn op. De financiële situatie is zo zorgwekkend dat het bestuur naar Den Haag stapt voor noodsteun. Wat je in 10 jaar hebt opgebouwd, dat ben je in deze 1,5 jaar gewoon helemaal kwijt. Zandwindbedrijf aanstopt nieuwe putten rond 1. Het einde van het Apple Museum in Westerbork. En het weer met Loes. Ja, het is nauw op de Vrouwgemuiden nog gouden down in de brandenzonne op de hei. Maar hier wil je smiddags niet storm met temperatuur boven de 30 graden. Blijft de komende dag ook zo warm? Nou, dat vertel ik je nooit meer. Goedenavond. Het bestuur van het TT-circuit gaat aankloppen bij het ministerie van Economische Zaken voor coronasteun. Voor het tweede jaar op rij zal het een verliesgevend seizoen gaan worden. En omdat het circuit een uitzonderlijk en uniek bedrijf is, hoopt het TT-bestuur op financiële compensatie vanuit Den Haag. Als blijvende herinnering voor de 90ste TT werd vanmorgen dit wapen onthuld voor in de bestuurskamer. Maar deze jubileumeditie in coronatijd laat nog veel meer sporen na. Want na het verlies van de 3 miljoen euro van vorig jaar en met slechts 11.500 toeschouwers per dag dit jaar op de tribunes, is het circuit door de reserves heen. Wat je in 10 jaar hebt opgebouwd, dat ben je in deze 1,5 jaar gewoon helemaal kwijt. En omdat het TT-circuit een uitzonderlijk bedrijf is met relatief lage personeelskosten en hele hoge afschrijvingskosten, denkt Bos aan te kunnen kloppen bij demissionair minister Blok van Economische Zaken. Misschien ook wel het circuit van Zandvoort, die zit natuurlijk in hetzelfde schuitje. Wij zijn aparte bedrijven en daar voorzien de regelingen niet helemaal in. Dus ik ga toch een beroep doen en ik ga kijken wat hij ermee gaat doen. In het bedrijfsleven, als je dan van tevoren weet dat iets verliesgevend gaat zijn, dan denk je, ik doe het niet. Ja. Waarom hebben jullie toch besloten om het wel te doen? Nou, omdat we met Dorna goede gesprekken hebben gehad. Ook Dorna komt ons tegemoet. Wij hoeven niet de volledige fee te betalen. Ook daar krijgen we een fikse korting op om het toch met elkaar mogelijk te blijven maken. En ook wat dat betreft is er sprake van een goede samenwerking. En het voelt ook echt als een partnership. En die korting zal nodig zijn ook. Want zelfs het beperkt aantal kaarten dat dit jaar beschikbaar is voor de TT is nog niet uitverkocht. De wedstrijddag is uitverkocht, maar de trainingsdagen hebben nog kaarten over. Ja, de vrijdag wat meer, de zaterdag ook nog een paar duizend. Ja, dat zijn we niet gewend. En wat we ook nog niet gewend zijn is Jasper Iwema uit Hoog halen op een elektrische motor. Hij is volgende week de enige Drent aan de start en hij rijdt dan alweer zijn 10e TT. Zand voor in de tuin of om wegen op te hogen. Zandwinningsbedrijf K3 Delta haalt dat zand onder andere uit Zandwindplas Amerika bijeen. De windplaats is nu bijna leeg en de vergunningen om uit te breiden zijn inmiddels aangevraagd. Het is nu nagenoeg leeg zoals jullie zien. En aan die kant krijgen we de mogelijkheid om die nieuwe ontwikkeling gestalte te geven. De zwarte dekzeilen aan de randen zijn al te zien, maar toch kan er nog zo'n 2 jaar zand worden gewonnen in deze put. Het depot is wel dusdanig groot dat we telkens maar kort winnen. Het depot vol spuiten en dan 250.000 kuub op voorraad hebben liggen. Dat watert dan uit, zodat onze klanten tevreden zijn over de zandkwaliteit. Onder de helft van het depot zit nog een beetje vergund zand, maar dat willen we er pas uithalen als we de volgende uitbreiding ook gedaan hebben. Het wachten is op de nieuwe vergunningen om te kunnen uitbreiden naar deze locatie. Het gebied tot de tweede rij bomen wordt in fases gebruikt voor de zandwinning. Het ligt naast de huidige plek waar zand wordt gewonnen. Uiteindelijk moet het gebied van zo'n 30 voetbalvelden groot geschikt worden voor dier en mens. Verder krijgt het gebied ook een functie voor extensieve recreatie. Dus daarbij kunnen we denken aan mountainbike routes. Dat is ook een wens vanuit de omgeving. Ook aan wandelen, vogels kijken, echt het landschap beleven. De grote meerwaarde is denk ik dat er een groot aaneengesloten gebied ligt. Een plassengebied met daaromheen ook weer natuur. Dus hoe groter de schaal maakt ook dat dit een belangrijkere functie krijgt voor bijvoorbeeld de biodiversiteit in deze regio. En bij die uitbreiding is ook gedacht aan wat er moet gebeuren met deze krater wanneer het helemaal leeg is. Uiteindelijk wordt het een mooi open plassengebied. En op termijn misschien ook nog iets van recreatief wonen op de oevers. En we kunnen altijd kijken of er in de nabijheid ook bedrijven zijn die geïnteresseerd zijn om te kijken wat er op lange termijn weer mee kan. Er gaan per direct meer pendelbussen rijden tussen het asielzoekerscentrum in Ter Apel en het station in Emmen. Directe aanleiding zijn 3 nieuwe incidenten op de reguliere buslijn 73.
Asielzoekers die geen kans maken op een verblijfstatus, zogeheten veilige landers, zijn verantwoordelijk voor de overlast. Het ging een poosje goed nadat er BOA's waren ingezet en bussen speciaal voor asielzoekers gingen rijden. Toen die maatregelen werden afgebouwd, ging het weer vaker mis. De provincies Drenthe en Groningen nemen de kosten voor de nieuwe inzet van pendelbussen voor hun rekening. Het Apple Museum in Westerbork sluit de deuren. Het bestuur trekt de stekker eruit omdat het steeds moeilijker werd om het museum draaiende te houden. Ja, buitengewoon vervelend. Ik bedoel, gelukkig hebben wij een goede oplossing gevonden, maar het is niet leuk. Het Apple Museum zit sinds 2018 in Westerbork, maar zal binnenkort uit het straatbeeld verdwijnen. Volgende week rijdt de verhuiswagen voor en wordt de ruimte leeggehaald. Aanleiding voor het vertrek was uiteindelijk de kast die door de coronacrisis leeg bleef en een gebrek aan vrijwilligers. Of heel moeilijk vrijwilligers. En die willen dan wel komen, maar dan in de wintermaanden, in de zomer, dan gaan ze met de caravan op stap. Dus dat is best een heel moeilijke zaak. Ook voor het bestuur is ook een groot probleem. Maar corona heeft ons wel een beetje de das omgedaan. Ja. De collectie bestaat uit Apple-apparatuur. Een complete bibliotheek met handleidingen, zeldzame posters en nagenoeg alle software die Apple ooit heeft uitgebracht. Een deel wordt gedoneerd aan het techniekmuseum OIVO in Hengelo. En het overige deel gaat naar AMEC-directeur Ed Bindels, die in Utrecht een nieuw museum begint. In april bezocht Bindels Buwal dan nog in het museum. Die begon als een kind in de snoepwinkel. Vond het fantastisch. Ze heeft overal foto's gemaakt en zei, wij maken een deal. En dan, hij wil het, heeft de ambitie, de grootste Apple museum van de wereld te hebben. Nou, dat is toch al een ambitie. Maar hiermee komt hij wel een heel eind. Hij had het misschien wel nodig. Hij had het nodig eigenlijk, ja. Dat zei hij ook wel. Ja. Zo eerlijk was hij wel, ja. Ja. Maar dat betekent vaarwel voor Westerbork. Ja, ik bekijk het ook een beetje zakelijk. Van, je kunt het wel heel zielig gaan doen, maar het is gewoon niet anders. Het is gewoon een feit dat je het gewoon niet redt. En daar moet je ook eerlijk in zijn. En dan kunnen we wel aan een dood paard blijven trekken. Maar dat is niet mijn stil. Dat heb ik nooit in mijn leven gedaan, doe ik nu ook niet. In Emmen strijden de wielrenners vandaag om de Nederlandse titel in het tijdrijden. En daarbij verschijnen diverse grote namen aan de start, zoals Tom Dumoulin en Anna van der Breggen. Ja, in Emmen staat verslaggever René Postuma. René, goedemiddag. Met deze extreme hitte lijkt het me nogal een opgave voor de wielrenners. Nou, niet alleen voor de wielrenners, ook voor ons en zeker voor de organisatie. Wim Jansen, het was warm vandaag. Heb je nog dingen moeten regelen? Ja, we hebben wel zaken moeten regelen. Met name voor de vrijwilligers die onderweg staan, verkeersregelaars en al seingevers. Die hebben we iedere half uur drie kwartier voorzien van water. Dus ik had 1000 flesjes per flesjes water ingekocht. Ja, ja. Geen publiek langs de kant. Dat is erg jammer, want de versoepelingen die gaan volgende week zaterdag al in. Baal je daar niet van? Ja, natuurlijk baal ik. Maar ja, goed, het NK kunnen we geen week verplaatsen. Het is een vaste datum voor de Tour en voor het grote NK. Ja. Nee, dat is natuurlijk wel triest. Ja. Ja, een beetje jammer. Want als je nu ziet, het is mooi. Iedereen vindt het mooi. Renners vinden het super. Ploegleiders vinden het super. Maar ja, wij vinden natuurlijk graag, we hadden graag 4.000 mensen erbij gehad. Ja, dat konden ze vandaag helaas niet. En het begon vanochtend om 11 uur met de belofte. En dan hadden we ook een Drentse favoriet. Axel van der Tuuk, laten we even gaan kijken. En dit is onze Drentse hoop in bange dagen. Axel van der Tuuk. De Assenaar gaat met ambitie van start en begint ook goed. Er wordt vandaag gereden over een vlak parcours van 16 kilometer en de belofte rijden twee rondes. Er zit echter één hobbel in het parcours, de muur van Emmen. En Van der Tuuk is goed bezig, haalt hier een voor hem gestarte renner in en lijkt op weg naar een toptijd. Maar even later slaat de pech toe. Van der Tuuk rijdt lek en we zien het bij de finish, de spirit is eruit. Van der Tuuk eindigt uiteindelijk vandaag op een 21ste plek. De wedstrijd wordt gewonnen door Mick van Dijken, die zijn tweelingbroer Tim net voorblijft. En dit is de boosdoener. En Van der Tuuk, hij baalt. Ja, ik was voor mijn gevoel ook goed op weg. En ging een bocht om en het was gewoon lek. Gewoon achterwiel voor, weet niet eens meer. Ja, dan is het gebeurd toch? Ja, dan is gebeurd, ja. Balen. Ja, Wim. Wim, een heel mooi deelnemersveld bij de vrouwen, die de wedstrijd werd na de belofte gereden. Daar ben je trots op, denk ik, hè? Ja, het is natuurlijk mooi als je de wereldtop in huis hebt. En 10 renners vind ik wel, met het hele blok. En Anna van Vleuten en Van Breggen. En als je dan ook ziet wie wint, dan ben ik wel blij dat de wereldkampioen gewoon nummer 1 is. Dat vind ik echt mooi. De mannen zijn net begonnen, straks Tom Dumoulin, daar ben je ook trots op, denk ik. Ja, maar dat is ook waar we net al even over hadden. Dus natuurlijk doodzonde dat er geen publiek bij mag zijn, maar dat was wel een trekker. Maar goed, er rijden meer renners mee en er rijdt ook nog een hele goede Drent mee.
Dus uiteindelijk voor de wedstrijd wordt het heel mooi en spannend. Ondanks dat Dumoulin wel redelijk in vorm is. Maar ik denk dat hij nog niet zo heeft gewonnen. Hij heeft nog een paar ploeggenoten die ook goed kunnen fietsen. Langeveld doet ook nog mee, dus volgens mij wint hij niet één keer. Nee, hij neemt het wel serieus aan, want hij was vanochtend om 11:30 al een rondje aan het rijden. Ja, ik heb vanmorgen heel even met hem gesproken erover. En hij vindt het rondje mooi, uitdagend ook nog zelfs. Maar hij hoopt niet dat de wind op gaat zetten. Nou, dat gebeurt wel, dus het wordt wel leuk voor de mannen. Nou, we gaan het zien, maar we gaan even terug naar die wedstrijd van de vrouwen. Want we hadden ook een Drentse deelneemster, Lieke Nooyen. En ze deed het best aardig. Ze eindigde uiteindelijk op een 13e plek. Ja, ik ben wel tevreden. Eerste ronde ging lekker. Tweede ronde net iets te veel preserve gereden. Maar ik heb ervan geleerd en ik denk dat ik wel tevreden ben. Ja. En dit is een van de favorieten. Annemiek van Vleuten, ondanks het hitteplannen nemen, bezig met de warming-up. En het is een stadveld om van te smullen. Wereldkwaliteit in Emmen. Wat te denken van deze vrouw. Ellen van Dijk, bezig aan een uitstekende NK. Na de eerste ronde de tweede tijd. En dit is ook een klepper hoor. De wereldkampioene Anna van der Breggen. Op haar staat in de eerste ronde geen maat. De snelste tijd, 11 seconden sneller dan Van Dijk. De tweede ronde gaat weliswaar iets langzamer, maar het is genoeg voor Van der Breggen. Ze pakt in Emmen het goud voor Ellen van Dijk. Lucinda Brandt wordt derde, Annemiek van Vleuten vierde. En Van der Breggen kent het parcours in Emmen nog van vroeger. Ja, we hebben hier heel veel, bij de jeugd eigenlijk, we waren hier heel veel wedstrijden. Driedaags van Emmen, een kleine heimfinishte, precies zoals we vandaag deden denk ik. Paasronde, dus ik heb hier best wel veel gefietst, ja. Ja, Wim, volgend jaar vindt het NK tijdrijden dan weer in Emmen plaats? Ja, we zijn dit jaar uitgeweken om de bekende reden COVID. Niet in het centrum, maar anders hadden we het weer niet gedaan. Ja, ik denk wel dat we voor heel groot 90% zeker zijn dat we volgend jaar in het dierenpark starten en dan finish op het Radiusplein. Ja. Zoals je eigenlijk had gewild. Zoals ik eigenlijk had gewild. Dus er moeten nog wel wat dingen rechtgetrokken worden. Want er zal natuurlijk even van alle kanten weer even de bijdrage moeten komen. Niet in de zin van geld, maar wel in mogen we door Emmen rijden. Kan het met verkeerstechnisch en met de winkeliers. Het is vaak op een woensdagmiddag. Die uitdaging ga ik niet uit de weg. Goed zo. Volgend jaar dus het NK tijdrijden gewoon in het centrum van Emmen. René, dankjewel. En dan nog dit. Hebben de otters in dierenpark Wildlands in Emmen het opnieuw bij het juiste eind? Dat is de vraag in aanloop naar de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het Europees kampioenschap. Afgelopen weekend zaten de otters helemaal goed en voorspelden zij dat Oranje ging winnen van Oekraïne. Morgen is Oostenrijk de nieuwe tegenstander. En de otters hebben nog steeds alle vertrouwen in het Nederlands elftal. In hun verblijf liggen twee hoopjes met eten klaar. En die met de oranje gekleurde paprika krijgt duidelijk de voorkeur. Dat betekent dus weer een overwinning van Nederland op het EK. De wedstrijd is morgenavond om 9 uur. Als je op tijd weggaat, is het nog hartstikke lekker om te wandelen. Bijvoorbeeld hier over de Gasterse Duinen. Maar het is dan ook wel aangenomen om even de schaduw op te zuigen om af te koelen. En dat is morgen ook wel nodig. Maar eerst het weer van vanochtend en vannacht. Nou, het blijft laag warm. Rond middernacht ligt de temperatuur nog steeds rond de 21 graden. Uiteindelijk koelt het rond zonsopkomst af tot zo'n 17 of 18 graden. Maar het wordt dus echt een plak nacht. Verder blijft het droge en er staat amper wind. Morgen krijgen we tropische temperaturen. Zo rond de 32 graden is het. Er is flink wat zonne, maar 's middags ontstonden wat stapelwolken. Die tegen de ochtend kunnen uitgroeien tot een onweersbui. Dat zorgt dan misschien voor wat verkoeling, maar op veel plekken blijft het gewoon drogen. De dag daarna is het ietsje koeler, maar de temperatuur schommelt wel flink. Vrijdag wordt het nog zomers warm met zo'n 26 tot 28 graden. Maar dan is er ook kans op onweer. Zotterdag blijft het de hele dag drogen, maar dan is het nog maar een graad of 22. En zondag is de warmte weer terug, maar ook de kans op onweersbuien. Ja, en tot die tijd maar lekker verkoelingzuig onder de boom. Zo is het, Loes. Dank je wel. En dit was het weer. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via rtvdrenthe.nl en onze app. Daar is onder meer te lezen dat 2/3 van de kantoorgebouwen in Assen dreigt te moeten sluiten, omdat ze niet energiezuinig genoeg zijn. Voor nu een fijne avond en graag tot morgen.